kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's. Kom voor hem binnen. Kom nou. Kijk, 5000 gulden. Dat is een leuke. Hoe vind je deze voor mij? Dat is veel te... Het is helemaal niks voor jou. Het is meer wat voor vrouwen. Nou, deze toch niet? Jawel. Elvis Presley had deze vroeger ook om. Maar jij weet Elvis Presley niet. Morgenochtend. Nee, daar heb jij weer gelijk in. Kan ik jullie ergens mee helpen? Oh, hallo. Ja, ja en nee. We willen niets kopen. We willen wel iets weten. Ja. Waarom zijn diamanten zo kostbaar? Nou, diamanten die zijn zo kostbaar omdat er maar weinig van zijn. En het kost veel moeite om ze op te graven en ze te bewerken. En omdat de mensen ze graag willen kopen, stijgt de prijs. Veel mensen willen diamanten en er zijn er weinig van. Waar haalt u de diamanten? Nou, die halen we op de diamantbeurs. Daar vindt dus de handel plaats in diamanten. En daar komen mensen van bedrijven die diamanten, ruwe diamanten opgraven uit de mijnen. En die bieden ze dan aan op de diamantbeurs. Maar waar zijn die mijnen dan? Die vind je voor het grootste gedeelte in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika? Zuid-Afrika. Wil je eigenlijk laten worden? Wil je ook juwelier worden of niet? Nee, ik vind het leuker om iets met mijn handen te doen. Zoals? Hoe heet dat nou ook weer? Archeoloog. Archeoloog is ook een moeilijk woord. Archeoloog. Ja, ik weet ook niet hoe je het schrijft. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar dan heb je wel mazzel, want waar we nu naartoe gaan, daar zijn ze ook flink met hun handen bezig. Want het is dé diamantstad van de hele wereld, Kimberley. En er wordt ook nog op de manier waarop ze vroeger deden, diamanten gevonden. En daar gebruiken ze ook de hand voor. Het staat hier, ik wist het ook niet, maar het staat hier. Kijk. Koos, je hebt net de stenen uit het gat gehaald. Ja. Wat ga je dan met die stenen doen? Ik ga dat doen, diripansen. Diripan. Het gaat hierin? Ja. Want? Die luchtengoeden. Ja? Gaan eten. De diamond, die grijs, die zwaar grijs, die in die kant. Die legt toch altijd direct, ik ga niet. Diamant is zwaar? Ja, is zwaar. Dus die gaat naar de zijkant? Ja. Oké. Okay. Kijk, zo deze, dus 100 jaar geleden ook. Ja. Zie je dat, dus die blubbel die daar uitkomt? Daar komen ook meteen de steentjes mee uit die aan de zijkant zitten. Oh ja. En daar moeten dus de diamanten bij zitten. Er zit ook nog een plaat. Nog een plaat tussen. Die zit de grootste. En de grote zit. Ja, grootste. En dan komt die goede die. En dan ga ik het was schuppen. En? Is die 10 maat geprikkeld om op de soort te zitten? Nee, dat zit niet. Dat is. Is die sticky? De diamond is nog sticky. Oké. En dit is een? Een kristal. Dit is een kristal? Ja. Yes. Het is niet een diamond. Wat doe je met dit? Just scratch it off. Oh, I'll keep it. Okay. Ik heb toch in ieder geval iets gevonden. Kristal gevonden. Hoeveel diamanten vind je per dag? Het hangt af. Soms krijg je diamanten, soms krijg je niet. Het kan een hele jaar vatten, of 2 jaar, zonder je diamant krijgt. Misschien als je gelukkig is, dan ga je een diamant krijgen. Oké, okay, we zijn er in Kimberley. Even goed kijken. Waar gaan we nou naartoe? We gaan nou naar Bill.
En Bill werkt ook met diamanten, al 31 jaar lang, maar op een iets andere manier als Koos. En ik heb met hem afgesproken bij de Big Hole. Het grote gat. Het grote gat, precies. Bill, wat is hier gebeurd? Dit is die boorkant van die wereldberoemde Kimberley Grootgat. Het is die boorkant van een vulkaan. En hier heeft het dieper en dieper en dieper gegrauw en diamanten uitgehaald. Voor 43 jaar heeft het gewerkt van 1871 tot 1914. En in die tijd hebben ze waarschijnlijk heel wat diamantjes naar boven gehaald, of niet? Ja, om precies te zeggen, drie van die kokopannen, als ze vol gestaan het, 2700 kilogram diamanten. En in 43 jaar? In 43 jaar. Oh, dat is niet zoveel, toch? Dat is baie diamant. Wie heeft eigenlijk de eerste diamant gevonden? Een klein sinkie. Hij had gedacht dat het was een kiezenstone. Maar hij had later uitgevonden dat het diamant. En dat was wel 10.000 rand werd. 6 maanden later was hier in Kimberley 20.000 mensen wat gegrauwd en probeerde om diamanten te winnen. En toen het toegevaarlijk geworden, toen het skaggebouw en van onder die diamanten uitgehaald. En zo gebeurt het dus nu dat nog. Schacht langs de vulkaankrater, ja. Om via de onderkant de diamanten eigenlijk te winnen. Zo gebeurt het nu nog vandaag en jullie zal het net zo zien. Bill, we zijn nu klaar om naar beneden te gaan, maar wat hebben we nu allemaal aan en op ons? Jullie is allemaal recht. Die is die batterij voor die lucht. Ja, voor het licht. Die is, als daar een vier ontstaan, maar daar gaan die vier wees niet. Die oorbellen, als alleen maar die plofstof werkt, om je oren te beschermen. Hoe diep gaan we nou eigenlijk? 825 meter, omtrent 3 keer zoals de Eiffel Tower. Wist je niet, hè, dat we dit allemaal zouden moeten doen? Nee. Heb je alles te vragen gestuurd? Jawel. Toch wel? Ja. Dat vat voor ons 3,5 minuten om onder te komen. Je zei wel net dat diamanten geen kiezelstenen waren, maar wat zijn het dan wel? Diamant is gekristalliseerde vorm van houtskool, carbon. Maar is diep in die aarde gevormd. Een vulkaan heeft het uitgetrekt. Uitgebarst, toen die lava afkoelt, toen blijven die diamanten nog daar. Maar dus diezelfde als houtskool of grafiet, zoals in een potlood. Dus als ik wat potloden neem, wat potloodpunten, en ik verhit ze flink en ik zet daar wat druk op, dan zou ik zelf ook een diamant kunnen maken? Nee, dat is die hitte en die druk is baie meer dan wat je zelf kan maken. Want we gaan nu met die trappen af naar die productievlak, je moet net oppassen. Alsof we al niet diep genoeg zijn, hè? Ja. Kijk, hier is baie geraas. Je kan niet goed inbid. Kom alleen. Ja. Ach. Hier is ons nu wel in die vulkanische krater. Die beton is een meter dik bovenkant ons. En door die gaten is waar die kimberliet nou afkomt. De maar kimberliet, is dat dan de gestolde lava? Ja, de kimberliet is de gestolde lava. Met dus de diamanten erin? Met die diamanten daarin. Maar hoe krijg je die blokken nou eruit? Die blokken wordt geschiet als het te groot is om door die opening te komen. Dan wordt het kleiner geschiet en het valt door. Met plofstof? Met plofstof, het wordt geschiet. Is het niet gevaarlijk met die explosieven? Nee, want die mensen wat het doen, weet net wat ze doen. Ze zit net genoeg in. Die beton zelf is een meter dik. Dat breekt wel van die beton af, maar biekie. Die grond is los, dat breekt op en dat komt hier. Hij maakt nou die veiligheidslont vast. En die doppie is daarin. Hij zal het aansteken en daar zal die plof gebeuren. Dus we moeten zorgen dat we hier weg zijn. Ons moet wegkomen. Oké, en even voor thuis. We zijn al heel dicht bij de diamanten. We hebben lang gereisd en we zitten diep onder de grond. Maar ze komen dus, als het goed is, daaruit. Jullie gaan eerst even naar een Willem Wever filmpje kijken. Dan zijn we straks weer terug vanuit de diamantmijn in Kimberley. Met deel 2 van het diamantverhaal met Suzanne. En wij gaan weg, want we gaan ploffen hier. Willem! We zijn
zijn weer terug vanuit de diamantmijn in Kimberley, Zuid-Afrika. Het is hier erg warm, ongeveer bij de 30 graden. Het wordt ook steeds spannender, want binnen nu een aantal seconden gaan ze ploffen om de Kimberley eruit te krijgen. Ja, Jochem, maar zullen we onze oorbellen er even in doen? Nou, we moeten onze oorbellen even in doen, dat vind ik een goed plan. Ja. Oké, nou. Kom maar op. Kom maar op, precies. Goeie brandstof. Nee, die diamanten komen bij later. Die ontploffen het naar die grond, fijn gebrand en in die gangen. Dan wordt het hier uitgeschraapt met die schraper. Ja. En hier valt het in die trein. En vandaar vandaan kan het naar die crusher. Fijn gemaakt. Niks groter dan 155 mm gaan hier deur niet. En hier vandaan gaan het per transport terug naar die mijnschacht toe en uit die mijn uit. Nee, maar hier wordt alles fijn gemalen en kapot gemaakt. En, maar worden die diamanten, die worden toch ook helemaal kapot gemaakt dan? Nee, die diamanten is de hardste mineraal ter wereld. Die klip zal breken, maar die diamanten niet. Brokstukken die dan dus kleiner zijn gemaakt, die gaan dan op de band naar boven, naar buiten. Net zo. Helemaal uit de mijn. Oké, Bill. We zijn weer boven. Gelukkig. Het was wel erg diep, vond ik hoor. Maar hoe worden nu de diamanten uit die gekrunchte stenen gehaald? Elke dag wordt 10.500 ton grond door die washingplant gestuurd. En daarvan krijgen we ons nu 2000 karat, twee handjes vol. Hoe worden dan die diamanten uit die grote stenen gehaald? Dat wordt weer geperst en gekrans en gewas. En op een streng geheime en een veilige manier worden dan uitgehaald. Oh, dat weet ik wel hoe. Dat gaat in een draaimachine. Wordt met de hand bestuurd, komt naast de machine terecht in een bak. En dan wordt het gezeefd en dan ziet hij ze. Net als bij Koos vanmorgen. Ja. Is dat zo? Gebeurt het ongeveer op die manier? Omtrent net zo, ja. Ja. Ja, ja. Kan je ons niet een diamant laten zien? Hoe ziet het eruit? Wat komt er nou uit zo'n steen? Nee. Kijk, nou wordt het interessant. Ja. Zo. Is dat nou een diamant? Het lijkt wel een stukje glas. Dit is wel een rare diamant. Maar hij moet nog geslijpt worden, gesneden worden en gepolieerd worden. Dus dit is een ruwe diamant en waar wordt hij dan geslepen? Bijvoorbeeld bij juweliers in Amsterdam. Nou, dat komt goed uit, want wij moeten toch toevallig die kant op. Ik bedoel, durf het bijna niet te vragen, maar... Oké, goed vasthouden, hè. Niet laten vallen, want je weet hoe kostbaar die is. Oh shit, ik heb hem laten vallen. Nee, hè. Nee, hè. Zeg dat het niet waar is. Wat ben je toch ook een ongelofelijke... Zee, je hebt hem toch nog wel, hè, want je loopt er wel mee te spelen. Want het is een duur steentje, dat weet je. Ja? Ik ben nou wel benieuwd hoe ze hier nou een echte mooie en glinsterende diamant van maken. Meid, we gaan het allemaal meemaken, hè? We stoppen pas als we een echte diamant hebben. Oké. Hoi, Marie-Louise. Hey, Jochem. Hoi, dit is Suzanne en we hebben bij ons een hele mooie, vers gevonden Zuid-Afrikaanse ruwe diamant. Ja. En we hebben begrepen dat jij ons kunt helpen bij het bewerken. Ja, laat maar eens zien. Dat is hem. En? Mooi hoor. Ja? Kunnen we een mooie briljant van maken? Wat is een briljant dan? Een briljant is een slijpvorm van diamant. Je hebt verschillende slijpvormen. Vierkant, ovaal, rechthoekig, peervormig. Zo, en zo slijp je dus een diamant? Nee, dit is het snijden, het rondmaken van een diamantje. Je snijdt een diamant, maar hoe kan dat dan? Ik bedoel, een diamant is toch het hardste materiaal ter wereld. Ja, dat klopt. Dit is het steentje wat we rond willen maken. Ja. En hier hebben we een ander diamantje in. En dan drukken we hem er zo tegenaan. Doordat deze ronddraait, wordt hij op een gegeven moment rond. Dus je doet het met een andere diamant? Ja. Oh.
Maar wat doen jullie met dat diamantenafval wat in dat bakje zit? Het wordt opgevangen in dit bakje. En dan kunnen we later andere diamanten mee slijpen. Meneer Wies, je hebt net de ronde vorm in de diamant gesneden. En wat ben je nu aan het doen? Ik ben er nu de diamant aan het slijpen. Ja. Nadat we hem rond gemaakt hebben, wordt hij hier ingeklemd. En omdat hij zo mooi rond is, houdt hij hem goed vast. En dan beginnen we met het slijpen. Ja. We beginnen met de basisvorm. Het zijn vier hoeken van onder, vier van boven en een tafel. Een tafel? Wat is een tafel? Nou, ik heb hier een mooi plastic voorbeeld. De tafel is de platte bovenkant van een briljant. Doordat het licht hier mooi invalt en de onderkant altijd in een punt geslepen is, wordt dat licht heel mooi weerkaatst. En dan krijg je die mooie schittering. Hoeveel kantjes heb je nu? Vier van de onder. Ja. Vier van boven en de tafel, dus vijf. Oh, dus dan moet je nog wel even doorwerken. Ja, ik ben er nog lang niet. En? Hij is heel mooi geworden, maar er zitten wel een paar van die krasjes op. Oh. Ja, dat noemen we insluitsels. Wat zijn insluitsels? Dat zijn zwarte of witte stipjes in de diamant. Nou, en hoe meer van die stipjes, hoe minder mooi die gaat schitteren. Maar kan je die insluitsels er niet afkrijgen dan? Nee, het zit er echt helemaal in. Nou, en dat wordt aangegeven op een certificaat. Mm-hmm. Want bij elke briljant hoort een certificaat. Dat komt op het certificaat, zeg je, wat ja. Nog meer? Ja, er staan vier eigenschappen op van de diamant die dan gekocht wordt. Ja. En daar staan dan de insluitsels, het gewicht, de kleur en wat voor een slijpvorm het is. Ja, daar hebben we hem, hè? Ja. Ons certificaat. Dit is het certificaat. Ik ben benieuwd. Hier worden de eigenschappen van de briljant op aangegeven. Hij is een half karaat. Karaat? Wat is karaat? 1 karaat is 2/10 gram. Daar wordt dus het gewicht van de briljant mee aangegeven. 2/10 gram. Dus onze briljant is 1/10 gram. Ja, dat klopt. Hoeveel is dat steentje dan wel niet waard? Hoeveel is die waard? Ja, ja, dat is belangrijk. Wel 5.000 gulden. Meen je dat nou? 5.000 gulden. Kijk, mooi is die, hè? Ja, hij is prachtig. Ja. Hij is 5.000 gulden waard. Ja. Alleen jammer dat je hem af moet geven, nee. Want het is natuurlijk eigendom van Willem Wever, dat begrijp je wel. Hij is van mij. Nee, hij is van Willem. Hij is van mij. Hij is van Willem Wever, echt mooi. Kijk nou eens wat hij gedaan heeft. Hij is eruit. Ja, gaan we zoeken. Nou heb ik het mooi voor elkaar, hoor. Ja, jij. Heb je 5.000 gulden tussen de duiven stond liggen? Ik zou maar gaan zoeken als ik jou was. Jij moet maar gaan zoeken. Van wie was die ring? Van mij. Oh, zoeken dus. Nee. Ja, nog even terug vanaf het Ecodroom in Zwolle. Dominique heeft inmiddels mijn leugenpiepertje af. En hebben jullie nou ook zo'n leuke, wetenschappelijke, slimme vraag? Blijf die dan gewoon sturen naar Willem Wever, postbus 25700-1202-HS in Hilversum. En wie weet ga ik ook met jou op stap. Nou, volgende week zijn we er weer. Gaan ze nou af of niet? Volgende week zijn we er weer, hoor. Je moet even die dingen... Er zitten losse contactpuntjes. Willem Wever is er iedere week, hè? Nou, niks van die piepertjes aantrekken. Volgende week is Willem Wever er weer. En dan hebben we dus niet alleen de vraag van Dominique over de leugendetector, maar ook de volgende vraag. De dingen zijn niet goed, hoor. Nee, de dingen zijn niet goed.